Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Urban Chicks with Brains. You know you that bitch when you cause all this conversation. Radio. Real listeners, real talk, Stumpfuster Radio. Dankjewel, Cho, featuring Abigail Johnson en La Rouche. Met het nummer Ik Mis Je. Je luistert naar Real Talk. Ik ben je girl, Miss Jojo B. En het laatste uur doe ik eventjes samen met mijn collega Mookie. Ja, goedenavond. Of goeiedag, hè? Het is goeiedag, goeiedag. Goeiedag, ja, ja. En ik vind het eigenlijk gewoon heel bijzonder waarom ik nu met Mookie in de studio zit. Want morgenavond gaat het gebeuren in de box in Amsterdam. 25-jarig bestaan van La Rouche. En aan de telefoon hebben we niemand minder dan Isaac. Goeiedag, hey, Isaac. Hey. Goedemiddag iedereen. Goedemiddag. Alles goed met jou, Isaac? Ja, lekker man. Ontspannen man. Mooi, mooi natuurlijk. Ja, je hoort het 25 jaar La Rouche morgen. Ja man. Ja. Hoe voelt het? Ja, nog een beetje onwerkelijk weet je, maar voelt lekker, voelt lekker. Heerlijk natuurlijk. Ja, jullie slaan al 25 jaar, zijn jullie aan het timmeren. 25 jaar, wat is het hoogste punt wat jullie tot nu toe eigenlijk al hebben bereikt met La Rouche? Ga je eerlijk zeggen, voor mij is elke optreden is voor mij een hoogtepunt, man. Serieus, echt waar. Oké. Okay. Maar er zijn er wel een aantal die je wel zijn bijgebleven, toch? Nee, bij mij ja. Heleboel gewoon. Heleboel. Ik kan er niet eentje uitkiezen, weet je. Ja. Misschien moet morgen mijn hoogtepunt. hoe verloopt het met de voorbereidingen naar morgen toe? Want het is natuurlijk, het is uitverkocht. Het is gewoon echt uitverkocht. Ik werd gewoon vanmiddag nog gebeld voor kaartjes. Als ik iemand kende die nog kaartjes heeft. Nee, het is helemaal uitverkocht. Helemaal. Helemaal. Om te beginnen. Hoeveel mensen kunnen ongeveer in de box? In de box kunnen er 3000. 3000, wauw, dat is echt veel. Ja. Volgens mij hadden jullie ook makkelijk AFAS volkrijgen. Makkelijk, ja. Nou ja, misschien voor 30 jaar La Rouche is dat wat. Hey, jullie hebben ook een nieuw album uitgebracht, Love & Kawina. Ja, ik vind het toch, ik heb al een sneak preview gehad voordat hij op Spotify belandde. En het is echt een super mooi album geworden. We hebben net ook wat muziek gedraaid van het album. Kan je een beetje vertellen hoe het album tot stand is gekomen? Want het was echt lang overdue dat we weer een nieuw album kregen van La Rouche. Ja, om precies te zijn 3 jaar. 3 jaar, 2,5 jaar. Ik dacht gewoon voor het 25-jarige jubileum van La Rouche dat we gewoon even met een nieuwe EP komen, weet je, met een nieuwe CD. En we dachten van, weet je, we gaan het gewoon specifiek over de liefde hebben, gewoon, weet je. Mm-hmm. Ja, want het staat inderdaad centraal. Nummers voor je geliefde, maar ook voor moeders. Noem maar op, zal ik maar zeggen. En jullie hebben ook een aantal... Ja, toch bijzondere samenwerking erop staan. Damaru, Poppen, Campy, Gio, DJ Dyna. Zei iedereen meteen, ja is goed, we doen mee? Of waren mensen nog een beetje van, oké, maar wat gaan we precies doen? Nee, de mensen die op deze EP samen hebben me niks gevraagd. Dus ik zei van, wil je graag op deze track, man. Ze hebben niet eens naar die track geluisterd. Ze zeiden gewoon van, Is het zo makkelijk om een collaboration te hebben met La Rouche? Nee, kijk, je komt elkaar al lang tegen in de wandelgangen en zo. Ja, maar ja. We waren gewoon enthousiast, net als wij enthousiast waren om met hun samen te werken. Weet je, dan is het gewoon een wederzijdse ding gewoon. Oké. En dan heb ik een vraag natuurlijk voor je, Isaac. 25 jaar en dit keer pakken jullie het zo groot uit dat jullie het ook in Suriname gaan vieren. Waarom die keuze? Nou, we hebben eigenlijk nooit in Suriname gevierd. En het leek ons wel gewoon leuk om dat te doen. Samen gewoon met All Black. Gewoon laten we het in Suriname ook een keertje vieren gewoon. Je weet toch, laten we in Suriname ook... Ja, we hebben ook veel fans in Suriname, weet je. En ja. Dat geloof ik heel graag. Onze fans daar ook delen. Oké, en dat is ook... En dat is ook echt 100% dat jullie in Suriname ook het 25 jaar gaan vieren? Niet dat het valse geruchten zijn?
23 december zijn we in voormalig Flamboyant gewoon. Ja, toch? Oké, dan. Okay, lekker, lekker. Heerlijk gaat het. En als we het dan toch gelijk hebben, want ja, dus ik ben zelf persoonlijk een beetje vanaf. Volgens mij was het ook een van jullie live CD's vlak voordat jullie 10 jaar bestonden. Ik kan me even niet meer de titel van het album heugen. Maar gaan jullie ook weer een live opname maken zoals we gewend zijn, zeg maar, de oude La Rouge CD's met live muziek? Het is de bedoeling dat we een live CD gaan maken van het gebeuren van morgen, weet je. Ja. We hopen het, hè? Als ja, dat zou wel heel... Niet te dronken is. En natuurlijk ook de hamvraag is, heb je iedereen weer weten op te trommelen om net als met 20-jarig bestaan te komen? Nou, ik heb niet. Ik heb deze keer van een andere hoek gegooid. Okay. De band bestaat 15 jaar. Mm-hmm. En zeg maar, nu, de nieuwe jongens tussen haakjes zitten nu al 15 jaar erin in La Rouge. Snap je? Zo. Dus ik heb zoiets van, ik moet u nou ook in het zonnetje zetten. Ja. Oké. Ik ga naar 22 jaar geleden en dat geleden, weet je. Dus met deze jongens timmer ik al 15 jaar aan de weg gewoon. Oké. En die zijn er gewoon altijd gewoon. Dus oké. Er komen natuurlijk wel verrassingen. Er komen natuurlijk wel, er zijn wel een paar leuke verrassingen. Ja, er komen wel verrassingen. Hoe zien de komende 30 uur voor jou eruit tot aan morgenavond? Nou, hectisch. Ik ga even vanavond snel mijn auto maken. Ik heb een afspraak met de monteur. Die wacht op mij. En dan ga ik even een uurtje slapen. En dan ga ik daarna repeteren. Oké, maar is een uur slapen dan wel genoeg voor jou? Als je zo'n een grote evenement hebt. Nee, voor mij is dat niet genoeg. Weet je, maar ik ga dan even repeteren en dan ga ik weer slapen. Oh, oké. En dan morgen hebben we soundcheck. En dan moet het ook knallen. Want... Nou ja, goed, is maar goed dat je nog even gaat repeteren. Ik kreeg net nog een berichtje binnen van een luisteraar die zei... Isaac zijn stem, man, om verliefd op te worden. Hashtag groepie, hou op. Zijn je stembanden ready om morgen die vrouw helemaal gek te maken in de box, man? Want het wordt echt een gekkenhuis. Ik hoop het. Ik heb veel rust nodig en dan komt het goed. Als ik goed slaap, dan gaat het wel lukken. Mooi. Nou goed. Ja, want Isaac, jij zelf bent echt letterlijk vanaf begin dag 1 ben jij bij La Rouge. Ik en Brian Amstelveen. Jij en Brian Amstelveen. In de tijd zijn er heel veel muzikanten gekomen. Okay. Velen zijn weer weggegaan. Toch? Maar wat maakt La Rouge zo sterk dan? Van al die muzikanten die er waren, die weg zijn gegaan. Dat en jij en Brian, die zijn er nog. Wat maakt La Rouge zo sterk? Nou, ik denk dat La Rouge gewoon een boot is die altijd gewoon... Abiwaka altijd gewoon, weet je. En mm-hmm. Heel veel... leden van ons die zijn van die boot afgegaan en ik ben er gewoon nooit van afgegaan, dat is het gewoon. Oké. En voel je dan ook echt een kapitein op die boot? Of er een kapitein is? Ja, want ja, als jij het langst in de band zit, dan mag je toch wel zeggen dat je een beetje de kapitein bent, toch? Ja, sowieso. Ik en Brian. Oké. Want je zegt er natuurlijk, ja, er zijn ook vele nieuwe jongens bijgekomen. Hoe gaat dat bij... Nieuw tussen haakjes. Ja, nieuw tussen haakjes. Of ja, of 15 jaar is 15 niet jaar, echt nieuw. Maar ik bedoel, als de jongens erbij komen, ja. Worden ze gelijk aangenomen bij La Rouge? Of is het dat ze zich echt moeten bewijzen van, nu hoor je bij La Rouge? We kijken eerst naar je talent. Mm-hmm. We kijken naar je manieren. We kijken naar alles van je gewoon, weet je. Mm-hmm. Er moet gewoon een goede klik zijn gewoon. En belangrijk kijken we naar je talent gewoon. Als er een... vacature openkomt, snap je? Oké. En je had het over manieren. Wat bedoel je met manieren? Is het tijdens het optreden of ook buiten het optreden in het privéleven van de muzikanten? Nou, ik vind het wel belangrijk als je met elkaar in de band speelt, want we spelen het hele weekend. Mm-hmm. En soms zie ik de bandleden nog meer dan mijn eigen moeder. Mm, zo. Dat je toch wel een beetje... op elkaar een beetje moet kunnen bouwen. Ja, zeker. Het moet wel gezellig blijven gewoon, weet je. Want het is niet leuk als je met elkaar zit en er is geen klik. Ja. Kijk maar naar dat. Ik wil toch even vragen, want La Rouge heeft eigenlijk ook best wel de urban scene in Nederland. Als je kijkt naar de samenwerking bijvoorbeeld met Joe, met Keizer, om even een paar namen te noemen. Toch ook behoorlijk beïnvloed. Hoe gaan jullie daarmee om? Wat vinden jullie daarvan?
Wat we ervan vinden, die samenwerking zo. Ja, ik bedoel, want ja, de urban muziek, hè, de hip-hop en urban muziek is heel populair geworden. En soms zie je van die samenwerkingen die jullie aangaan. Waardoor ook andere ja, doelgroepen die misschien niet zo gauw en zo snel met Surinaamse muziek in contact komen, ook La Rouge leren kennen. Wat vinden jullie van die impact die jullie daarmee hebben gemaakt? Ik vind het tof, toch? Dat is de bedoeling, toch? Ja. Dat is de bedoeling, Surinaamse muziek op de markt, op de wereldkaart te brengen, toch? Snap ik bedoel? Oké. Okay. Het moet voor iedereen zijn, toch? Voor iedereen moet het toegankelijk zijn. Ja, ja, ja. Het is altijd mijn doel geweest met muziek maken. En wat ik ook wel heb opgemerkt, vooral met de R&B-artiesten, de rap-artiesten, benaderen ze jou ook vaak om mee te zingen of een beetje mee te doen, net als met Joe. Dat je een klein stukje meezingt. Hoe gaat zoiets? Ga jij dan gelijk 1, 2, 3 in C met zo'n artiest? Of kijk je het eens na en ga je eens observeren? Ik moet je wel een beetje voelen natuurlijk, snap je? Okay. Ik moet wel voelen waar je staat en zo. Ja, ja, ja. Ik kan me wel voorstellen waarom ja, die vrouwen helemaal gek worden van jouw stem. Want je moet nagaan. Shit! Kaskawi en rap, dat zijn twee verschillende werelden. Ja, meestal gaat het gewoon, weet je, als je elkaar, je ziet elkaar op optredens en hé, leuk, maar we moeten wat samen doen en gewoon, en dan, okay. Ja, dan lukt het gewoon, weet je. En als je een paar goede muzikanten hebt in de studio, ja. Dan is het zo gedaan. Nou, alsjeblieft. Nou ja, goed. Moekie, ben jij morgenavond in de box? Dat is even de vraag. Ik kan niet. Want jij, ik heb een reden. Je hebt een goede privé-reden. Nou goed, ik ben er wel gezellig. En we zijn helemaal ready om morgen ook samen met jullie te gaan feesten. Ik wil jullie namens Standvaste Radio ook ontzettend van harte feliciteren met jullie 25-jarig bestaan. De komende maand december wordt gewoon 1,5 feest. Blijven jullie trouwens in Suriname tot de jaarwisseling of komen jullie daarvoor nog weer terug? Nee, we hebben morgen de box en dan hebben we 16e zijn we nog even in Club Blue. Ja, ja Club Blue inderdaad, ja, in Rotterdam. 17 vertrekken we en dan hebben we 23ste hebben we dan die Flamboyant en daarna hebben we eigenlijk niks staan, weet je, wat komt. En dan zitten we zeker tot 15 januari zitten we in Suriname. Lekker feestvieren. Oké, okay. Nice. Nou, heel veel succes nog. De laatste 30 uren tikken weg. En heel veel plezier morgen. Geniet ervan. En ook doe de boys ook de groeten. En we gaan het meemaken. Ik wil jullie ook bedanken. Echt bedanken dat jullie mij gebeld hebben. Dat jullie me benaderd hebben voor het interview. Geen dank. Het is vereerd. En dat is mijn takkie. Weet je, Rotterdam is altijd lief en aardig voor me geweest. Dus Rotterdam bij deze. Rotterdam. Doei. Doei. Nou, Johan, ben jij de klaver voor morgen? Nou, mijn outfit. Ik heb een aantal opties voor mijn outfit. Mijn haar is klaar. Als jullie me volgen op Instagram, @urbanchickswithbrains.com, dan kunnen jullie een beetje zien hoe mijn kapsel nu is. Maar mijn outfit, ik ben nog niet helemaal uit wat ik ga dragen, welke kleur. En ik moet ook nog denken van, ga ik een hak dragen of een platte schoen? Want het wordt echt dansen, je weet toch dus. Of een slipper. Ik moet even kijken. Mag je wel één ding garanderen? Wat dan? Geen hak. Geen hak? Nee. Gewoon echt gewoon geen hak? Geen hakken. Maar die outfit... Die outfit is eigenlijk met een hak, maar je weet toch, het is meer omdat ik weet dat ik heel veel ga dansen, sikken, bewegen, schudden, draaien. Mm-hmm. Dat ik gewoon weet, ik moet vrij bewegen van begin tot eind gewoon. Daarom geen hak. Oh ja, en ik moet ook nog een waaier gaan fixen. Dus Melly, als je luistert, we moeten nog een waaier hebben, want ik heb volgens mij geen waaier. Want ik wil morgen, ik moet, ja, het wordt het ene. Ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik kan begrijpen dat je wire wil als er 3000 mensen in de box gaan. En het is helemaal echt letterlijk uitverkocht. Je kan ook niet bij de poort, zeg maar, dat je aan de poort gaat betalen van hoeveel kost het bij de poort. En dat kan ook niet. Je moet nee, echt een ik moet die hele situatie hebben. Gewoon helemaal uitscannen. Gewoon zodat ik gewoon morgen gewoon voldaan daar vandaan kom en naar huis ga. En dat ik gewoon weer 5 jaar lang kan teren op hoe gezellig het morgen wordt. Ik gun het je. En dank één ding, kijk uit. Ja, sowieso. Kijk uit. Sowieso ga ik uitkijken. Alsjeblieft. Ik heb nog heel veel
lekkere La Rouge muziek voor jullie klaarstaan. Mookie, ik wil je echt bedanken. Ja. Dit is gewoon echt gewoon een soort van epic moment voor mij, hè. In de radio. Hello. Gewoon in mijn werk, radio en everything. Ik gun het je. Dus, ik ben echt droog. Ik geef je weer ruimte, Is goed, want de mensen wachten thuis weer op lekkere La Rouge muziek. En die heb ik voor jullie klaarstaan. Dankjewel, Mookie. Dus hou het gewoon lekker afgestemd hier zo op Stamvaste Radio. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Urban Chicks with Brains.